Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het is 12 oktober, zaterdag om 8 uur. Ik was vroeg op vandaag. Ik zit al aan de koffie. En ik ga straks even mijn ontbijtje maken. Ik heb er al brood uitgelegd. Ik ga brood eten dit keer. Heb ik trek in. Met of pindakaas of een eitje. Moet ik nog even kijken. Even nog kiezen tussen die twee. En dan, ja, het weer is... Het regent, regent, regent. Dus ik moet even kijken wat ik ga doen vandaag. Ik wil in ieder geval even op zoek naar een kastje of een ladekastje of een doos of iets om deze zooi in kwijt te kunnen. Want het begint een beetje de spuigaten uit te lopen nu. Dus het wordt tijd dat dat een beetje, ja, dat ik dat een beetje verdekt kan opstellen. Dus dat is mijn plan voor vandaag. Ik heb voor de rest geen plannen voor vandaag. Heerlijk. Want ik heb morgen een drukke dag. Morgen is Kasjarig. Die wordt 11. Dus dat is super gezellig. En die vieren het 's ochtends in het Zuiderpark hier. Dus dat is leuk. En daarna moet ik naar de algemene ledenvergadering van de skivereniging. Dus dan moet ik ook weer naar Driebergen. Dus dat wordt een hoop heen en weer gerij morgen. Wat ik niet erg vind, maar dan vind ik het wel lekker om vandaag een beetje rustiger te houden. Dus we gaan het zien. Het is, ja, je ziet het op beeld, zie je er niks van, maar het is nog donker en somber. Want ja, het is echt somber weer buiten. Maar goed, daar is het ook herfst voor, hè. Goed weer om een dagje in mijn bullet journal te kloten. En over mijn bullet journal gesproken. Gisteren is die van Creachick in de verkoop gegaan. Yay! Dus die heb ik gelijk besteld. En dan maak ik mijn 30 dagen challenge zeg maar af in mijn oefenjournal. En ga ik per 1 november of 1 december, moet even kijken wat uitkomt en wat comfortabel voelt, ga ik in mijn officieel eerste bullet journal beginnen. Spannend, maar wel heel erg leuk. Dus ik heb gisteren een video van haar zitten kijken toen ik thuis kwam, nog even in bed. Over dat ze hem reviewt, haar eigen bullet journal. Of tenminste, reviewt. Natuurlijk geeft ze hem goede reviews, heeft ze hem zelf ontworpen. Maar ze laat even zien hoe die tot stand is gekomen en hoe die is geworden. Ik zal die video hier ook even onder linken. Als je benieuwd bent, kan je daar even gaan kijken. En misschien kan je hem dan ook gaan kopen. Dus de mijne is nou ja, niet onderweg, denk ik. Want ik heb hem net besteld. Maar die komt deze kant op. En dan zal ik hem jullie ook even in de video laten zien. Zo, het is inmiddels alweer heel wat uurtjes later. Ik ben bij de Action geweest. En heb iets gekocht. Maar het blijkt uiteindelijk meer een noodoplossing te zijn. Want dit is wat ik heb gekocht. Dit kastje. En dan heb ik hier wel mooi... Hier allemaal papier, hè, allemaal papierblokken in zitten. En hier wat van die paper lovers boeken. En dat stukje cadeaupapier wat ik graag nog een keer wil gebruiken. Oh. Wat er eigenlijk ook niet echt lekker in past. En dan hier stempels. En nog allemaal papier. En nog zo'n paper lover blok. Maar ja, ik wilde eigenlijk ook mijn washi tape en weet ik het wat allemaal daarin bewaren. En dan heb ik hier natuurlijk wel leuk een kastje. Waar het nu dan in ligt. Hier al mijn washi tape. Oh jongens, ik heb nog wel iets leuks gekocht. Kijk nou, deze etui. Hoe schattig. Bij de Hema. Ik vond hem zo leuk. Dus ik heb die andere, die plastic... Heb ik weggedaan. Tenminste, die gaat naar de kringloop. En die zit nu vol met ook stiften en dergelijke. Heb ik die verpakkingen ook allemaal weg kunnen gooien. Dit zijn dan nog wel die gelpennen en die potloden. En hier een groot blok wat er niet in past. Maar al die losse flows en deze bijvoorbeeld, dat kon ik allemaal niet kwijt in dat ding. Nou sprak ik mama vanochtend. Oh, want ik moet nog even wat laten zien. Mama heeft een nieuwe plant gebracht. Zo lief en zo leuk. Ik had natuurlijk hier die plant. Ik moet snel praten, want mijn batterij is bijna leeg. Die dood was. Maar nu heb ik een nieuwe. Ik vind deze eigenlijk ook wel heel erg tof. Maar goed, mama was hier dus. En die ging met Laura en Roy naar IKEA. Want die moeten natuurlijk voor hun huisdingen kopen. Dus nu heb ik gevraagd of ze daar voor een
Alex ladekastje willen kijken. Want die kan ik dan mooi daar kwijt. En dan kan ik daar alles in doen. Dus ze zou voor me kijken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga lekker vanmiddag in mijn bullet journal klooien. Want ik ga verder niks meer doen. Want kijk, ik was vanochtend ook al zeiknat, wel redelijk nat geregend toen ik naar de Action ging. Dus ik heb lekker de verwarming aangezet. Ik heb thee, ik heb YouTube, ik heb mijn bullet journal. Ik ga me zeker vermaken vandaag. Zo, ik heb lekker gegeten. Ik had lekker roti besteld voor mezelf. Dat was echt super lekker. De bende staat daar nog. Die moet ik even opruimen. Ga ik zo even doen. En kijk, het kastje. Niet papa. Papa is bij Laura en Roy bezig geweest alweer. Maar mama is met Laura en Roy naar IKEA geweest om voor hun kasten te bestellen. Want ze hebben de oude kasten weggedaan. Die hebben jullie geloof ik bij de kringloop toen gezien. Ze hebben een hele toffe nieuwe kast besteld. En ik heb een Alex kast. Want ja, welke YouTuber heeft er nou geen Alex kast? Nou ja, eigenlijk zijn dat allemaal van die beauty YouTubers. Ik ga mijn bullet journal spulletjes erin opbergen. Dus ik gok dat ik het niet zelf in elkaar kan zetten. Ik ga dadelijk wel even stiekem een poging wagen. En zo niet, dan moet ik even op mama wachten, denk ik. Of papa, weet ik veel wie gaat helpen. Eén van ze zal me vast verleven helpen. Een hele goede morgen op zondag 13 oktober. Cas is vandaag jarig, gefeliciteerd. En daar ga ik ook nu naartoe. Ik heb mijn jas al aan. Ik ga nu naar zijn verjaardag toe. Gezellig, daar heb ik heel veel zin in. En vanmiddag heb ik vergadering van de algemene ledenvergadering van de skivereniging. Ik denk dat ik daar niet heel veel kan filmen. Maar goed, we gaan het zien. Ik neem jullie zeker mee naar de verjaardag van Cas. Even met Cas filmen straks. Misschien vindt hij ook wel leuk. En ja, dan kom ik denk ik nog wel even thuis. Want tussen die twee, daar zit nog wel even wat tijd. Dan kan ik nog even een boterham eten. En dan ga ik daarna op naar Driebergen, want daar is de vergadering. Dus ik wilde eerst op de fiets naar de verjaardag van Cas. Maar heen zal het waarschijnlijk wel droog blijven. Maar voor de terugweg is het niet zeker. En ik heb gewoon echt geen zin om zeiknat te regenen en vervolgens zeiknat naar die vergadering te moeten. Dus ik pak toch maar even de auto voor nu. Even mijn computer afsluiten en dan Gaan we er naartoe. Dag pap. Goedemorgen. Nou, laten zien. Dit is hem. Gefeliciteerd hè. Dank je. Kijk, wacht even. Ik ga jou even filmen, dan kan je even vertellen. Maar dan moet ik even het zo doen. En een stukje achteruit, want anders krijg ik jullie er niet helemaal. Nou, dit is hem zeg maar. Dit ja. Zeg maar, deze gaan we volgende week bouwen. Ja. En dan heb je ook nog... Weet je wie het nou was? Nou. Suzanne Bonkel. Ken ik niet. Ja, dat is die in deel 5. Ja. Het wordt de army van de schrijvers van Perkmentus toch opge... En zij verraadt ze. Zij krijgt al die pukkels. Oh. Maar waarom ze dan hierin zit, begrijp ik ook niet helemaal. Het is deel 2. Nou. Maar goed, vertel verder. En hier zie je ook nog zeg maar die spiegel en haastend over Henk. Die vind ik ook heel gaaf. En hier de grote zaal met professor Anderling. Nou, dat wordt een aardig pakketje om te bouwen. Ik vraag me af of we het in één dagje gaan. Nou, we doen het op zondag, dus we hebben de hele dag. En dan gaan we er ook delen van filmen, dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja. Heel veel zin in. Mm-hmm. Heel leuk. Nou, veel plezier nog vandaag. Zo, ik ben weer even thuis. Ik ga even 2 boterhammetjes met pindakaas eten. En dan weer naar de auto. En dan op naar de ledenvergadering. Verjaardag van Cas was echt super, super gezellig. Gaaf gestil trouwens hoor. Daar wordt mijn Harry Potter hart ook wel heel erg blij van. Ik ga even gauw eten, want ik moet er zo weer vandoor. Ik ben weer thuis van de algemene ledenvergadering. Was leuk om iedereen weer even te zien. Of iedereen, nou iedereen die er was in ieder geval.
vergadering was goed en het was daar, het is hier 19 graden nu. Het was daar gewoon 22 graden. En ik heb dit aan, veel te warm gekleed. Het was heet daar zo, niet normaal. Maar goed, zo zie je maar hoe dat kan verschillen. Ik ga nu even naar Pama, want ik mag daar lekker de frietjes komen eten. Ja, dat sla ik natuurlijk niet af, dat snap je. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik vanavond weer in mijn bullet journal werken. Ik ga een verjaardagspagina maken voor, ja, in het teken van Kast natuurlijk. Voor de 30 dagen challenge. Als je die graag wil zien, dan moet je de video even kijken van dinsdag. Want dit wordt de laatste, dus die kan ik vanavond ook gelijk voor een groot deel gaan editen. En ik denk dat ik ook vast een beginnetje maak aan de weekendvlog misschien wel. Maar dat zie ik wel. Misschien doe ik dat morgenavond. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval nog genoeg te doen vandaag. De patat was heerlijk en ik ben inmiddels weer thuis. En toen zag ik dit. Kan je het zien? Je ziet er letterlijk helemaal geen reet van. Lekker dan. Hallo? Hallo? Ja, daar komt hij. 320 abonnees. Echt. Nou moet ik natuurlijk weer. Ja, daar ben ik weer. 20 abonnees in nog geen anderhalve week tijd. Oh, wat is dat fijn zeg. Welkom alle nieuwe. Ik hoop dat je het leuk vindt. En dat je blijft hangen natuurlijk. Maar ja, ik vind het gaaf. Laat al hieronder even weten hoe je bij me bent gekomen. En ja, ik gok natuurlijk allemaal via Janneke en misschien Ronald. Maar ja, leuk. Heel leuk. Dank jullie wel. Zo, de pagina is opgenomen. Het is een hele leuke verjaardagspagina voor Kas geworden. Ik ga nu een beginnetje maken aan de vlog. Nee, aan de 30 dagen challenge video. Want oh, wat een beelden heb ik. En ik wil hem toch echt niet te lang maken. Want er gaat echt niemand meer ernaar kijken. Het was denk ik een beetje een korte weekendvlog. Maar dat komt omdat ik gisteren gewoon niet zoveel gedaan heb. En vandaag iets gedaan heb waarbij ik niet kon vloggen. Dus nou, ik hoop toch dat je hem leuk vond. Doe een duim omhoog als dat zo is. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Maar ik gok dat heel veel van jullie dat inmiddels wel gedaan hebben. Want ja, ik ben gewoon echt 20 gegroeid in anderhalve week tijd. Heel tof. Echt heel blij mee. En dan zie ik jullie in de weekvlog. Nee, jullie zien mij eerst in de 30 dagen challenge en dan in de weekvlog. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Doei doei!